In Marokko. We zijn alweer bij de 8e aflevering van Hezzy in Marokko, waarin ik vertel over mijn avonturen, ervaringen in Marokko. En ik ben er hartstikke trots op dat dit alweer de 8e aflevering is. Want we zijn nu bij deze 8e aflevering omdat mensen er positief op reageren. Omdat mensen zeggen dat ze meer willen. Daarom heeft het zo ver kunnen komen. Anders was het misschien maar tot 3 of 4 gegaan. Maar jullie vinden het tof, dus we gaan lekker door. Ik ben blij! En dit is natuurlijk de 8e aflevering. Mocht je eerdere afleveringen nog niet hebben gezien, ga dat dan zeker doen. De link staat in de beschrijving met de hele afspeellijst. Dan kan je 1 tot en met 7 op je gemak bekijken. Ga dat zeker doen, want het is 1 heel lang verhaal. En je moet alles gewoon goed kunnen volgen. Anders ga je dingen niet volgen, bla bla. Dus ga dan zeker nu even dingen terugkijken als je het nog niet hebt gezien. En als je het wel hebt gezien, mag je het ook weer gaan bekijken, hoor. Dat mag ook. En deel dit met al je vrienden, vriendinnen, familie. En enzovoort. En als je aflevering 7 nog niet hebt gezien, dit is zo'n beetje de samenvatting van aflevering 7. Dilemma Greb, dat is geen probleem met Marina in mijn hoofd. Ik wil erheen, daar heb ik dirhams en pomps. Ik heb dirhams en pomps. Alle tieners zeggen ja tegen mooie Sina. Sina's on the beach. Op Marina's meer. Sina's on... Dat was zo'n beetje de samenvatting. Hele mooie samenvatting. Maar je moet natuurlijk ook de hele aflevering gaan kijken. Dus ga dat doen. Maar de laatste aflevering eindigde op deze manier. In Marokko kan je in veel gevallen echt zeggen, in tegenstelling tot in Nederland, kan je echt zeggen, de klant is koning. Ik denk dat iedereen de uitdrukking klant is koning wel kent. En mocht je het niet kennen, dan ga ik het toch wel een beetje uitleggen. Gewoon dat de klant koning is. Het zegt er toch al, de uitdrukking. Klant is koning, kom op. Maar in ieder geval, het betekent gewoon dat de medewerkers die jou bepaalde diensten verlenen, dat die dat gewoon zo goed mogelijk doen. En dat je gewoon op je wenken wordt bediend. Als jij je patat niet goed vindt, nou, dan moet die gewoon terug. Want de klant is koning. Jij staat gewoon heel hoog en jij bent zeg maar de baas. Maar, hoe vaak is die uitdrukking toe te passen in Nederland? Is de klant wel koning hier? Word je wel op je wenken bediend? Gaat alles wel goed? Hè? Maar in Marokko, wat ik heb gezien, ik kan echt zeggen, jongens, de klant is koning. Je wordt gedragen. Hè? Je zit in een gouden stoel en je wordt gedragen. De klant is koning. De klant is sultan boven de sultan. Kennen jullie die nog? Met die oude teken van is no good. De sultan boven de sultan. Oké, misschien kennen jullie hem niet en is dat dan een heel raar voorbeeld. Maar in ieder geval is goed. Laat maar zitten. Maar de klant is dus daar gewoon Willem-Alexander, jongens. Jij bent gewoon de big boss. En waarom zeg ik dat, vraag je je af. Voor de mensen die niet in Marokko zijn geweest. Daar kom ik op terug. Maar hebben jullie wel door? Wat ik jullie probeer uit te leggen in deze filmpjes, behalve mijn avonturen delen, probeer ik jullie ook, zeg maar, gewoon, ja, kennis te laten maken met Marokko, als je dat nog niet hebt gedaan. En zoveel mogelijk verschillen en overeenkomsten doorgeven. Hebben jullie dat wel door? Want door die rare verhaaltjes en die ruïne zeg ik echt dingen die ergens op slaan, jongens. Hebben jullie dat door? Maar goed, de klant is koning. Er wordt zoveel voor je gedaan daar. Er wordt zoveel gedaan dat het misschien eigenlijk zelfs negatief is. Er wordt zoveel gedaan dat ik denk gewoon dat misschien worden mensen daar wel lui van. Is dat wel zo goed? Bijvoorbeeld, op de eerste dag dat wij in Tanger waren. Nee, het was volgens mij de tweede dag. Het was de tweede dag. Wilden wij naar de telefoonwinkel. Want je weet wel, we willen natuurlijk een kaartje erin. Je moet wel bereikbaar blijven met die Nederlanders en zo, weet je wel. Met onze families in Nederland. Oké, dat gingen wij fixen. Maar we moesten 1,5 uur wachten. En ik heb nog een mooi verhaaltje, wacht. Want nadat we 1,5 uur hadden gewacht en eindelijk bij de kassa stonden en wij zeiden, hey, mogen wij misschien 2 simkaarten? Oké, dat zeiden we niet, we zeiden het in het Arabisch. Oké, nee, niet we, Nasser, mijn grappie zei het in het Arabisch, maar dat doet er niet toe. Hij zei, mag ik een simkaartje? 2. En wat zegt die man? Hey, de simkaarten zijn op. Kom morgen maar terug om 10 uur in de ochtend. Oké! Okay. Grappie, ik heb net 1,5 uur in de rij gestaan. Van 8:30 tot 10 was het volgens mij. Of 8 tot... Oké, okay, doet er niet toe. Jullie snappen me. Maar ik heb net 1,5 uur in de rij gestaan. Nu ben ik eindelijk aan de beurt. En zeg jij mij gewoon van, nou, nee, ga niet werken. En weet je waarom het zo lang heeft geduurd? Ten eerste stond er maar 1 man aan de kassa. Er was maar 1 medewerker. En er waren nog 2, zeg maar, aan de zijkant. Ik weet niet, maar... waar zij mee bezig waren, maar dat doet er even niet toe. Er is zo'n 1 man aan de kassa. Maar deze man doet alles voor jou. Hij doet alles.
wil jij je bel te goed opwaarderen, dan doet hij dat. In Nederland geven ze je gewoon het kaartje. Hé, oké, ga het lekker zelf doen op shouten. Nee, daar pakt hij je telefoon en doet alles voor jou. Alles. Hier zetten ze ook wel je simkaart erin als je dat wil en fixen ze alles voor je. Maar dat is als je er expliciet om vraagt, om hulp vraagt van hey, kun je dit voor mij doen? Daar was het gewoon standaard. Hè? Hij heeft alles gefixt. Hij fixt alles. Alles. Je kan bij wijze van spreken zeggen dat je naar daar gaat en zegt hey, ik wil even mijn moeder bellen. En hij zegt hey, oké, geen probleem. Wat is het nummer? 06, ja, 4321. Oké, ja. Oh, ik kan ook voor je bellen. Klant is koning. Ik kan ook voor je bellen. Ik praat wel voor je. Ja, bij wijze van spreken. Hè? Maar dat, de klant is daar echt koning. En dat heb ik daar pas gemerkt. Dat is, de klant is koning. Maar nogmaals, is het wel zo positief? Want het vertraagt wel bepaalde gangen van zaken. De gang van zaken. Het vertraagt het soms wel, weet je? En ik zie een paar mensen al denken. Maar hey, Defano. Als je dan in de supermarkt bent, hè, dan rollen ze dan ook, zeg maar, je karretje voor je. Duwen ze die dan voor je. En zetten ze ook alle boodschappen erin. Nee! Ook alweer niet zo overdreven, jongen. Kom op. Dat zou een beetje te overdreven zijn. Maar gewoon, bij bepaalde dingen wordt er gewoon veel hulp verleend. Zo ook bij het tankstation. Oké? Wij kwamen aan met de auto bij het tankstation. Oké? En die grappie blijft staan. Mijn grappie blijft staan met de auto. En ik denk, hé, moet je niet eruit? Dus hij doet het raam open. En de man vraagt, hey, hoeveel wil je tanken? En hij zegt, 200 dirham. Dat is ongeveer 20 euro. 200 dirham. En hij geeft 200 dirham. En wat doet die man? Ja, die man zegt, oh ja, hij vraagt ook, wil je benzine? Wil je dit? Oké, benzine. Oké. Hij doet het. Hij zet 20 euro erin. Pap, benzine. Hij tankt. Hij doet dat gewoon. En ik dacht, wauw. En ik dacht, moet je hier blij mee zijn? Of juist niet? En toen dacht ik, waarom zou je hier niet blij mee zijn? Kijk, in die telefoonwinkel, veel vertraging. Maar bij een tankstation is het juist wel goed. Misschien wel goed voor de snelheid. Als een ander dat doet, want hij staat er al. Hij doet het, hij toetst het in. Hij tankt en je kan meteen wegrijden. In plaats van eruit gaan en erin en dit en dat. En ik dacht, ja, dat is wel handig. En toen dacht ik, oké, waarom doen ze het daar wel en hier niet? Ik heb geen idee, maar ik denk dat ze in Nederland gewoon, ja, misschien, ja, ja, eigenlijk weet ik het niet. Misschien willen ze daar ook gewoon niet voor betalen, want je moet een extra medewerker betalen om te gaan tanken. Ja, het kost ook geld. En als je het toch zelf kan, waarom zou je dan iemand gaan betalen? Ja, oké, ja, dus dat snap ik wel. Maar waarom is het daar dan wel zo? Ik weet het niet, maar de klant is dus absoluut koning. Ik bedoel van, als jij gewoon in je autootje zit, kan stoppen, hem geld kan geven en hij tankt, dan ben jij koning. Ik wil niks horen, dan ben jij koning. Alleen Willem-Alexander heeft dit. Jij bent koning. Dan is het ook nog eens zo, dat overal waar jij parkeert, bijna overal waar jij parkeert, is er wel iemand die jou helpt met parkeren. Is er een soort parkeerwachter, die staat en zegt, hé, ja, ja, nee, kom maar naar achter, ja, 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 stop, stop, stop. Bijna overal. En hoe vaak zie je die in Nederland? Ik wacht wel. Hoe vaak zie je die? En je betaalt deze man met wat voor je. Je geeft hem wat voor je. Maar ik heb ook begrepen dat deze mensen, ze zijn wel in dienst, maar ze krijgen niet per se salaris. Dus hun salaris bestaat gewoon uit het feit, uit die voortjes. Ja, dus het voor je die wij geven of die iedereen geeft, de mensen die parkeren. Wat zeg ik allemaal, jongen? Maar ik ga het wel erin laten, maar wat zeg ik allemaal? Kortom, hij leeft van de voor die mensen hem geven. En ik dacht, hé, hoeveel zal hij dan maken? Want bij ons was het gebruikelijk om ongeveer, volgens mij, 5 dirham te geven. 5 dirham is ongeveer 50 cent. Dus overal, als we ergens parkeren of iets dergelijks, of bla bla, gaan we 5 dirham. En bij bepaalde, ja, grotere dingen of grotere etentjes geef je wat meer. Het ligt eraan, maar voor je geven daar is heel gebruikelijk. Hier is het nog eigenlijk, in Nederland is het meer een beetje de vraag of je voor je geeft of niet. Dus ja, heb je er zin in, ben je goed behandeld of iets dergelijks, maar in Marokko is het eigenlijk gewoon vanzelfsprekend van oké, je moet gewoon fooi geven. Het is gewoon logisch. Het is gewoon, hé, geef fooi. Sorry, ik was even afgeleid. Maar goed, hoe denken jullie erover? Denken jullie dat de klant daadwerkelijk koning moet zijn? Of moet die prins zijn? Kijk, in Nederland is zeg maar prins en in Marokko is zeg maar echt koning. Of in Nederland, het ligt gewoon aan wat het is. Bijvoorbeeld bij het tankstation vind je wel handig. Maar
dat van de telefoonwinkels vind je minder handig. Hoe denken jullie daarover? Ben ik gewoon benieuwd naar. Hoe zouden jullie het in Nederland graag willen zien? Maar als ik ook bijvoorbeeld kijk naar de taxiritjes, dan denk ik ook van, ik denk toch wel dat ze de instelling hebben. Klant is koning. Althans, misschien niet per se die instelling, maar ze gaan wel van punt A naar B zo snel mogelijk. Rivera! Ja, ze racen toch van punt A naar B om jou zo snel mogelijk op jouw plek te brengen. En dat vind ik toch ook wel een stukje klant is koning. Want dat, ja, in Nederland, ja. Misschien ligt het aan mij, maar ze rijden gewoon op een dode gemak hoor, vaak. Omwegje nemen, het boeit ze geen ene reet. Als ze maar geld op je verdienen. Ja, is de klant dan koning? Ik heb geen geld als de koning, dus laat me met rust, hè. Hey. Maar goed, in zulke kleine dingetjes kan ik toch wel zien dat de klant echt koning is daar in Marokko. En als wij zulke taxichauffeurs hadden hier, dan zouden er veel ongelukken komen. Dus het is misschien niet zo handig, maar daar, je weet toch, ze zijn geskilled. Ze zijn pro-drivers, dus daar kan het gewoon. Er was zelfs een man op de markt. En zelfs bij dit denk ik, ja, de klant is echt koning. Maar ik vond dit, ja, ik vind het wel een mooi verhaaltje. Ik vind het een leuk verhaaltje. Ik ben bijna ontroerd. Maar nee, ik vind het echt een mooi verhaaltje. Maar ik ga hem niet vertellen. Dus ik was op de markt en ik wilde een tagine kopen. Tagine is een soort stoofpotje. Voor de mensen die het niet weten. Oké, ik wilde een tagine kopen en gewoon een paar mooie borden. Je weet toch, maar daar hebben ze van die grote borden en echt mooi gedecoreerd en zo. Dus dat wilde ik halen. Oké. Dus ik ging naar die man toe en ik zei hem, ja, mag ik één tagine? En dat kostte, ja, ik weet niet meer hoeveel het kostte, maar doet er niet toe. Er kwam volgens mij 5 dirham terug. En dat is ongeveer 5 cent. 5 dirham kreeg ik terug. Oké, vervolgens wilde ik hem die 5 dirham geven. En hij zegt, hij doet zo van, nee, hoeft niet. Ik zei, hey, je weet toch, gewoon nemen. Want ik bedoel van, als iemand jou zegt dat hij het niet wil, als je iets zal geven en hij wil niet, dan wil je het alleen maar nog extra geven. Is alleen maar een mooi gebaar. Hij wil het gewoon niet aannemen. Dus hij nam het uiteindelijk aan. Oké, wat gebeurde er toen? Ik wilde een tweede tagine kopen. Oké, want ja, ik dacht van, hey, ik heb één van mijn zus gekocht. Dus moet ik mijn andere zus ook verwennen, want anders, je weet toch, anders krijgen die gewoon beef en heb ik een probleem van, ja, je neemt wel voor haar mee, maar niet voor mij. Wat is dit? Je gaat naar Marokko, maar je neemt alleen voor haar mee. Dat vind ik, hou je mee voor haar? Dan mag je dat zeggen, hoor. Weet je, dan krijg je zulke dingen, dat wil je niet hebben. Dus ik kocht er nog één. Oké, maar wat deed deze meneer? Ik weet niet meer hoeveel ik moest betalen nogmaals, dus ik betaalde weer. Oké, en ik zou weer 5 dirham terugkrijgen. Maar wat doet hij? Hij geeft me 10 dirham terug. Dus ik denk, hè? Waarom geeft hij me 10 dirham terug? En toen dacht ik, oh, de fooi die ik hem net heb gegeven, geeft hij me weer terug. Dus ik heb hem net die 5 dirham fooi gegeven die hij niet wilde. En toch heeft aangenomen. En uiteindelijk, bij mijn nieuwe aankoop, heeft hij het weer teruggegeven. En ik dacht, wauw. Maar jij gaat dit spelletje niet winnen, meneer. U bent zo goed. Tch, ik ga u extra geven nu. Hé. Hey. Dus toen had ik zijn 5 dirham die ik hem al in eerste instantie had gegeven. Plus nog 5 dirham. En daar heb ik nog 10 dirham opgezet. Dan zei ik, heer meneer, alsjeblieft. Heb ik Nasser gezegd, hey, vertel even voor me dat ik hem echt een goede man vind. Aardige man. En dat hij dit echt moet nemen. En dat hij dit echt heeft verdiend. Dat heeft Nasser toen voor mij vertaald en gezegd. En toen heeft hij gezegd, bedankt. En je bent een goed kind. Ik zie het aan je. En dat vond ik echt mooi. Ik vond het echt mooi. Ik dacht echt, wauw. Ik bedoel van, je geeft het gewoon 2 keer tot 2 keer aan toe terug. Maar zo snel laat ik mij niet uit het veld slaan, meneer. U krijgt het 3-dubbel zo dwars terug. Nee, joh, klant is echt koning. Niet in alle gevallen natuurlijk. Want bij die gevallen waren Jalaba bijvoorbeeld normaal. 100 dirham kost als 200 dirham. En zij jou dat willen verkopen voor 800 dirham. Oplichters! Dat is niet bepaald de klant is koning. Hè? Nee. Dus ik heb jullie al gezegd, het is niet in alle gevallen zo. Maar in bepaalde gevallen die ik dus zojuist heb opgenoemd, daar is het wel echt zo dat ik denk van, wauw, de klant is echt koning. De klant mag veel, vaak niet klagen. En ik bedoel van, de bediening in de restaurants is zo, ja, is gewoon, ja, ongeveer hetzelfde als in Nederland. Ja, gewoon dezelfde bediening, gewoon, ja, dat was wel ongeveer hetzelfde. Ik bedoel, maar van overal kan een slecht restaurant zitten. Dat kan in Nederland zitten, dat kan in Marokko zitten. Dus de bediening kan sowieso een keer niet goed zijn, weet je. Maar ja, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Dat snappen jullie wel. Ik heb een paar belangrijke vragen, dus let op. Vraag 1, nogmaals. Dit is natuurlijk de 8e aflevering, oké? Er komt een 9e aan. Die heb ik al in mijn hoofd. Ik weet al wat dat gaat worden. Die 9e komt eraan.
Maar eigenlijk heb ik maar tot 9 gepland. 9 afleveringen stonden vast. Dus nu is de vraag aan jullie. Willen jullie nog 3 extra? Ik denk dat ik dan tot 12 ga. En tot 12 is wel goed, denk ik. Dus, willen jullie dat? Moet ik tot 12 gaan of moet ik gewoon na die 9 stoppen? Wat willen jullie? Dus laat me weten of je dat wil. 1500 duimpjes, laten we ervoor gaan. Duimpje omhoog als je dat wil. Als je niet wil, ja, nou dan is dat ook wel goed. Maar je wilt het, kom op! Dus duimpjes omhoog. Laten we zien of we de 1500 kunnen halen en checken of het tot 12 gaat. Ik kan trouwens niet vertellen wanneer die aflevering 9 komt, want het ligt aan Nasser. In aflevering 9 gaan we het hebben over de Arabische taal. Of gaat hij mij de taal leren. Dat wordt echt mooi om te zien, jongens. Dit wordt spannend. Dus ik kan nog niet vertellen wanneer dat komt. Ik kan wel vertellen dat er morgen een Q&A komt. Er komt weer een Q&A. Ja, die komt eraan. Wil jij een vraag stellen voor die Q&A? Dat kan. Dan moet je even naar beneden gaan bij de afspeellijst en dan de Hezzy in Marokko Q&A gaan. Dan moet je naar die gaan. En daar moet je je vraag stellen. Want daar pak ik alle vragen die ik morgen ga gebruiken. Dus je moet naar de Hezzy in Marokko Q&A aflevering. En daar typ je je vraag. Oké? Ga dat doen en dan zie je jouw vraag misschien morgen terug. Maar, nogmaals, laat een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneerlink staat in de beschrijving. En wees up-to-date van alle video's die gaan komen. Want er komen nog een heleboel aan. Een heleboel verschillende ook. Dus ga dat checken. Morgen de Hezzy in Marokko Q&A. Ga je vraag stellen bij de andere Q&A. En dan zie je die morgen misschien terug. En voor de rest wil ik zeggen, tot morgen hopelijk. Joe!